We zijn terug in de bush. Kijk hier. Poeh. Busbaan ende. Nou, moet dit toch op de stoplicht wachten. Verkeerslicht, hoe je het ook nog maar wil. Oh, ik moest hier links? Wat? Wat stond er nou? Nee, ik schrok al. Ja, dat is 285. Amfstiet, Waldfriedhof, zie ik net op de kaart. Die moet hier links. Nou hebben wij weer een groot aantal haltes niet. Kon ging nog wat eens, is pas over 3 haltes. Oh, dat was loods. Excuus. Er kwam toch niemand langs. Die is groen. Alliëten Museum. Ja. Volgende bus van ons. We zijn nu plus 1, dus wij zijn een minuut te vroeg. Dus kunnen we zo meteen alle tijd om de mensen uit te laden. Königin Luise Straße, Clay Allee. En die dus. Volgens mij heet het hele stuk Clay Allee. Deze hele weg. Dat weet ik niet zeker. Hier staan een aantal bussen die omkeren naar andere route gaan volgen. Zoals 623 zie ik staan. Hallo. Oh, hij doet het trouwens wel. Kijk, die doet het wel. Oh. Beter. Meneer. Nu hebben we weer een groot aantal haltes niet. Een zeer groot aantal zelfs. 1, 2, 3, 3 volgens mij. Ah, of 4. Oh, wat is dit ding jetzt hier? Wat is. Nou, het is maar goed dat ik de collision uit heb staan, maar waarom die nou ineens ging veranderen van richting? Zo. Die hoeven we ook niet te doen. Oh, ik slinger naar de andere bij, man. Kunnen ze niet voorzichtiger vallen? Nou, houd toch op met shirt, eigenlijk. Nee, jongen, lastig. Ja, dat ik een keer slinger naar de andere bij, man, dat klopt, jongen. Waarschijnlijk omdat ik veel gas geef wil hebben of zo. Dat is ook, vinden ze ook irritant. Heb ik het idee. Het zit er toch links, dus. Oh, nu zijn we trouwens al 5 jaar in de stad al in, hè? Dit gebouw ken ik ondertussen. Dan moet hier links, als goed is. Teplitzer Straße.
Zo, links. X10 links. Dat mag doen, heel goed. Daar is het Teplitse Straße. Aan die kant zit een halte die heet Rosec. En dat is ook een groot omkeerpunt waar een heleboel bussen naartoe gaan. Zo, plus 1. Ik moet er gewoon een minuutje bij sprokkelen. Pop. Ik rij meestal altijd veel te vroeg. Ik heb bijna nooit vertraging in het spel. Eindfahrschein bitte. Hallo. Hallo, Eindfahrschein bitte. Nee, die. Einen normalen Fahrschein, bitte. Deze ist beim 58. Ich hätte gerne einmal Schüler. Ja. Nou, nu kom ik wel ineens in vertraging. Dan moeten ze allemaal een kaartje hebben. Zo. Moeten ze allemaal een kaartje hebben, dat zullen ze zien, hè? Zo. Josef Joachim Platz. Josef Joachim. Wat is de volgende schot ervan? Zo, Josef Joachim Platz. Vanaf hier rijdt dus ook de bus M29. Die bus dat is een soort verdubbeling nog een keer op de huidige X10 die we nu rijden. Ja, dankjewel. Omdat dit stuk gewoon super druk zo meteen zal zijn. Omdat wij ook een aantal haltes overslaan, de M19 en M29 die slaan niet of slaan geen enkele halte over. Deze bijvoorbeeld is alleen voor M29. M19 komt er zo meteen iets verder, komt hij er ook nog bij. Dus dat is verdubbeling op een verdubbeling, zeg maar. Deze van ons? Nee, ook niet. Zo. Komt er maar. Heel goed. Dat is mooi, hij slaat af. Mismaakplaats is de volgende bas. Ik weet niet of dat deze is, maar... Oké, nee, ook niet. De volgende is dat linkstas, dus de volgende is mismaakplaats. Oh, ja, nu hoor je het ook, hè. Eigenlijk kan je het best wel goed ook aan die geluiden horen. Dat is ook een mooie fout geparkeerde auto trouwens. Dat stoplichten lijkt wel ook voor mij op groen te gaan. Of ik dacht dat zo is, dat weet ik niet zeker hoor. Hallo. Ein Fahrschein bitte. Ein Fahrschein bitte.
50. Zo. Plus 1, dus we rijden 1 minuut te vroeg. Nou, die fix ik er zo meteen wel weer even vanaf bij de volgende halte. Dat is een grote halte namelijk. Vol zitten we een beetje. Nou. Een beetje uit, maar anders gaan die mensen zo meteen klagen. Ja, of ik klaar wat minder hard. Ja, ik snap het. Vanaf hier komt ook de M19 erbij. Die zal zo meteen hier zo inderdaad stoppen, ja. Laat er nou plat. Wij rijden daar. Oh, doodstoplicht. Nou, kwam niet meer aan. Voorbij. S-Bahnhof Halensee. Dit is dus een hele grote halte zometeen weer. Ja. Terminus, dat is de desktop de M19 bij nacht. De M19 overdag gaat nog 2 haltes verder. Maar die ja. Ja joh, er komt niemand aan. Ga weg. Het is weer een grote halte zo. Oh. Jezus man, het is 12 uur. Het is zo druk. Verder, kom maar. Bij de halte zetten. Of 1 minuut moeten we gaan, zie ik op het bordje staan. 1 minuut. Komt er nog mensen die kaartjes nodig hebben? Ja, zij moeten kaartjes hebben, want zij loopt om. Een fast shine. Goed, nee, goed. Oh, die. 50. Stimmt das so hier? Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Oh. Oh, zij gaf natuurlijk al precies genoeg. Ja, oeps. Wacht even, we doen nog even meteen 1 minuutje bij. 1 minuutje bij sprokkelen. Zo. Kijken of er dan nieuwe mensen zijn. Nee, er zijn zelfs mensen weggegaan. Bijzonder. En knippen, dus we zijn nu op tijd. Die bus die ken ik zo gauw even niet. Misschien officiële lijn. Oh ja, officieel, ja, dat zal die wel zijn. Maar niet volgens mijn lijnenkaart rijdt die, dus die kan ik dan niet rijden. Volgende halte is pas heel eind verder. Er zijn dus een aantal haltes die zometeen vanwege die nacht 10 wel een aantal mensen zullen gaan lopen, maar als het goed is ons volgende pas aan de Adenauerplatz. Ja. Dus daar gaan we dan ook naartoe rijden. Oh, dat stoplicht. Het stoplicht is afgedoen van mij. Die mensen zullen zo meteen denk ik wel gaan lopen, maar... Zullen ze mij nou? Waarom niet? Het zijn niet zoveel. En 10. Eigenlijk mag het niet, hè? Hallo. 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 Want er stappen nu ook mensen uit die eigenlijk verder moesten, zogenaamd. Ja, eentje verder. Die. Wat? Heb ik die hier nog? Hallo, Kiro. Neem mee wat je mee wil nemen. De volgende halte gaan we niet doen hoor. Deze gewoon om te laten zien dat die. Omdat het vanwege die 10 is, denk ik. Ik weet het haast wel zeker. U-Bahnhof Adenauerplatz. Ja, wat maar op. Hij was groen. Ik zag hem dan nog net oranje worden. Is dit aan de nauwe plaats? Nee, we moeten nog één verder. Nee. Lene plaats, die hoefden we niet te stoppen.
Is anders een busman trouwens. Einmal korte strekken, Schüler, bitte. Korte strekken betekent 3 haltes, dat je het maar weet. 20, 20, 10. Wat doe ik nou weer niet? Oh. Hallo. Ik weet niet wat ik niet goed heb. Eine Tageskarte, bitte. Een Tageskarte. Dat is natuurlijk een hele dag. Maakt er zand. Is dat ook eentje dubbel geparkeerd? Volgende is Olivier Platz. Dat is wel een tussenhalte. Olivier Platz. Olivier Platz. Eigenlijk, ja. Dat was ook zo'n tussenhalte, niet iets bijzonders eigenlijk. Oh, ik sta in de bus, dat is niet handig. Er zijn 3 bussen voor mij, ja hallo. Fahrschein. In 2 minuten te laat. Oeh, dat is niet goed. 2 minuten te laat, hè? Kom niet meer aan. Niemand in de buurt. Niemand? Nee? Nee, niemand. Zat hier iemand fout geparkeerd? Olivier Platz. Ja, die hebben we al gehad. U-Bahnhof Uhlandstraße. Die moeten we hebben inderdaad. Nou, niemand te zien. Hi, wacht maar even. Hij loopt vast. Nee, hè? Niet vastlopen, niet goed. Zo. Hij liep bijna vast. Er staat weer eentje fout geparkeerd. Oh, oh, oh. Dus parkeerplaats zat in het midden. 3 bussen voor mij. Kom. Hier heb je de M29. Der hört ja auch gleich wieder auf. Zijn er mee? Ja, dus. Hallo. Een fahrschein, bitte. Ook nog? Nou, nou, nou. Auto gaf 10. Vandaar. Ik snap het helemaal niet. Ik dacht dat hij 5 gaf. Hij loopt er gruwelijk achter op tijd, maar goed. Sowieso heb ik weinig tijd momenteel, dus ik draai hem nog even gauw door tot het einde. Dus de stoplicht dan mag me even wachten. Hij wat toch doen. Je bent het gehad. Nog 3 haltes, dus dan moet ik even gauw regelen, want ik moet zo weg. Helaas. Dit stoplicht komt ook niemand aan. Oh, Landstas? Oh, shit. We zijn er nog eentje vergeten. U-Bahnhof Uhlandstraße. Schönen guten Tag. Berlin City Tour. Dat is wel gaaf. Staat alleen wel stil. Dat is niet zo handig.
Dus ik draai hem inderdaad even gauw door naar het einde, want ik moet helaas vertrekken. Er zitten mensen op mij te wachten. Het is wel een lange route dus, hè. U-Bahnhof Kurfürstendamm. Het is meer dan een half uur is die route. Wij moeten hier links. 29 gaat rechtdoor, die gaan we ook een keer rijden. Dat is ook een gaaf route, want een paar halters die hierna zitten... Oh, ik haap als een gek. Ik ga nog even gauw voor die auto's langs. Daar, kijkt u even uit. Kijk uit voor hem. Het was niet zo heel netjes wat ik net deed. Ik doe dat nooit in de echt. Kijk, zijn de deur al dicht? En nu komen we bij het mooiste, denk ik, aan. Dit is Kurfürstendamm, dat is gewoon een metrostation. En de volgende. Die is wel super gaaf. En dat is namelijk. Bahnhof Zoologischer Garten. S- en U-Bahnhof Zoologischer Garten. Zoologischer Garten, ook goed. En dat is een super groot station. Ik zie jammer nog helaas geen treinen rijden, maar dat kan wel in het. En dit is echt een super gave halte. En verder zie je de oude kerk, daar gaan we het later nog een keer over hebben. En de andere. En hier heb ik zo vaak gelopen. Super gaaf om dit te zien. Dit is echt zo gaaf, jongens. Om hier te mogen lopen, is echt gaaf. Zoals je eruit zet. Zo, de laatste halte. S- en U-Bahnhof Zoologischer Garten. Herzallee. Herzallee, dat is deze hier. Kijk hè. Dan zie je dat? Ja. Er wil alleen iemand uit, dat is ook handig. De laatste halte. Die zit namelijk op het busplatform. En dat is hier. Herzallee. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Terminus, please leave the bus here. Ik moet hem hier even ergens tussen zien te vallen. Hier staan alle bussen te wachten totdat ze verder mogen. Of weer terug mogen. En wij moeten hier achter de andere X10 wachten. Mensen, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En tot een volgende aflevering waarin we verder gaan rijden om te zien. Bedankt voor het kijken en bye bye.